Misschien een van de grootste muzikale raadsels die er bestaan, zijn de drie laatste symfonieën van Mozart. Niet voor een opdrachtgever, niet voor een orkest. Hij is er niet voor betaald geworden. Hij heeft ze in 6 weken geschreven. En waarom deze drie symfonieën? Ze zijn niet eens gespeeld tijdens zijn leven. Heel misschien heeft Salieri, de beroemdste misschien wel, de 40ste uitgevoerd ergens. Dat weten we niet zeker. Wat wil Mozart nu eigenlijk met deze symfonieën zeggen? Of vond hij het gewoon maar mooi? Je moet je voorstellen, dat was nog nooit eerder vertoond. Hè? Een kunstenaar die gewoon maar iets gaat schrijven, want oh, ik vind het wel mooi. Hij wou er natuurlijk iets mee. En dat is heel leuk als je deze symfonieën gaat vergelijken met alle muziek die hij heeft geschreven, die met vrijmetselaarsmuziek te maken heeft. Dan ontstaat er een nieuwe wereld die voor mij helemaal nieuw was. Als in het Zauberflöten begint de eerste van de drie symfonieën, nummer 39, met een mars en met allemaal toonladders naar beneden. Alsof we naar beneden gaan in de tempel. Alles wordt daar 3 keer herhaald, alle motiefjes. Getal 3 is heel belangrijk. Het eerste thema is ook dat er 3 klanken die 3 keer herhaald wordt. Dus steeds 3 keer 3 tonen. Heeft ook 3 mollen. Gaan we naar de tweede symfonie, de 40ste in de reeks. Heeft ineens 2 mollen. We gaan naar de tweede graad. Ah, wat is daar belangrijk? Vuurproef. Dus we horen ook de hoorns die schellen door dit stuk heen. Om nou snel door te gaan, het laatste deel. Een 5-stemmige fuga. 5 stemmen. Doet me een beetje denken aan de ster op de voorkant bij de Zauberflöte, die Mozart heeft uitgegeven toen en waar hij voor heeft gezorgd dat een vinger uit de doodskist wijgt en die wijst naar de 5-puntige ster. En alsof hij die vinger wijst in die laatste deel van die 41ste symfonie met die 5-stemmige fuga. Het wordt een onwaarschijnlijke muzikale reis.